een nieuwe video. Vandaag gaan we naar het vernieuwde circus en al die nieuwe missies doen en al die allemaal leuke dingen. En ja, ik heb al een beetje gekeken hoe het circus eruit zag. Hij is roze en ja, laten we dat zo meteen maar gaan doen. Maar allereerst, jullie zullen waarschijnlijk wel denken van, Stephanie, waarom heb je geen tuig om je paard? Maar dat klopt, omdat zijn nieuw... Oké, wacht opnieuw. Er zijn 3 nieuwe codes en die zal ik eventjes in de beschrijving zetten onder deze video. Want het is een beetje met allemaal cijfertjes en dingetjes en weet ik het wat allemaal. Dus ja, kijk eventjes in de beschrijving van deze video. Daar staan de 3 codes en daar krijg je 3 kledingstukken van. En ik heb trouwens mijn chat binnen weg, dus ik kan zo meteen al deze beeldjes gaan beantwoorden. Maar in ieder geval, je krijgt 3 dingen. Een schoenen, een trui en een broek. En ik dacht van, dan ga ik daar gewoon een leuk setje mee maken. Dus ja, wat is dit? Star Stable News Jean Shirt. Dit shirt is echt cool, maar weet je wat nog cooler zou zijn als jij het draagt? Nou, wat leuk. Deze schoenen. En deze broek. Oh ja, dat ziet er op zich wel leuk uit. Dan ga ik even naar mijn homestable. Trouwens, jullie hebben waarschijnlijk in mijn vorige video gehoord dat ik zat te twijfelen om mijn homestable te verplaatsen naar Steve. En dat heb ik gedaan. Want ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon wat handiger. Dus wat meer bij alles in de buurt. Ik vind Mistval wel mooier, maar ik hou het maar weer even op Steve. Dan gaan we een mooi setje maken bij dit prachtige mooie setje van dit kleren. Ja, dat. Die. En sowieso die heb ik eigenlijk altijd standaard om. Oh ja, er zijn trouwens ook weer nieuwe tabbladen bijgekomen. Maar dat is alweer wat ouder nieuws. Maar ja, oké. Niet dat ik het nodig heb. Even kijken wat er leuk bij staat hoor. Kan even duren. Ik wil iets paarsigs ofzo. Galaxy, staat dit erbij? Een beetje. Misschien niet heel erg. En er moet wat tussen zitten wat erbij past. Kijk. Oh, die past er op zich nog wel bij. Even kijken of er andere dingen zijn. Oh, deze. Nee, laat maar. Kortere dekjes. Wacht, deze... Nee, die vind ik niet zo leuk. Ik hou het bij deze. En dan nog leuke, misschien leuke strikjes hierbij passen of zo. Kijken wat ik allemaal in huis heb. Nou ja, dat past er wel bij, dat vind ik wel leuk. En dan bandages. Even kijken. Nou, dat wordt misschien een beetje te... Nee, ik laat het zo. Nou, kijk wat mooi. Niks meer aan doen. Nu op naar het circus. Ja, we zijn gewoon in de circusstijl, want het circus is paarsrossig en wij zijn ook paarsrossig. En ja, het is gewoon helemaal één met het circus. Wow. En nu kunnen we ook rennen naar het circus. Vanaf Mistval had ik dat niet gedaan. Nog even kleine informatie over mijn club. Want ik denk dat ik toch nog eerder een soort join dag ga houden. En dan zullen jullie waarschijnlijk wel denken van, nou ja, maar waarom heb je dat niet gewoon één... Oh, mijn paard stopt ineens, oké. Waarom heb je dat niet gewoon 1 juni gedaan? Ja, dat is gewoon puur omdat, ja, ik weet niet. Dit is mijn eerste club waar ik echt goed mee door wil gaan, zeg maar. En ik wil het gewoon goed doen, dat iedereen het naar zijn zin heeft. En het leek me gewoon veel te kort om het al zoveel, volgens mij iets van 4 maanden daarna al iedereen eruit gooien. Dus dacht ik van, ja, misschien is dat niet leuk of zo. Dus dat vond ik ook weer zo stom. En ja, maar ik merk ook wel dat heel veel mensen zijn heel vaak niet online. Er zijn ook niet zo vaak mensen online zoals je nu ziet. En ook van een lid gehoord dat ze dan, als ik online ben, dat ze veel meer praten dan als ik niet online ben. En ja, dat soort dingen wil ik gewoon voorkomen. Dus ik weet het nog niet zeker, maar ik denk dat ik nog een andere join dag ga doen. Gewoon op een datum die dan daarna niet meer is. En doe ik daarna gewoon standaard 1 juni en 1 november. Maar daar horen jullie nog wel meer over. Gaan we nu eerst deze missies doen. Tenminste, dat denk ik. Want ik zie hier nergens een missie, maar oké. Ik heb hier ook helemaal geen trailer meer, wat?
Ik vind hem er echt veel mooier uitzien, echt. Alleen hij heeft geen roze dingen meer om zijn oog. Dat is wel. Hij kijkt een beetje eng. Wacht. We hebben toch wel ergens een missie. Druiterloze paard. Maya, Moorlandstal. Natuurlijk moeten we daarheen rennen. Oké, doei Idris. Ik vind hem er echt veel mooier uitzien als eerst hoor. Hij zag er eerst echt zo houterig uit met. Ja, gewoon niet mooi. Oké, je moet dus blijkbaar in Moorland beginnen, dat wist ik niet. Mijn paarden gaan echt slomen. Ik heb ze volgens mij echt. Ja, ik heb ze een beetje verwaarloosd. In die tijd dat ik het chat ben ik echt heel weinig online gekomen. Gewoon puur omdat ik helemaal geen zin in had. Ja, wat heb je aan Star Stable als je niet kan praten? Helemaal niks. Hier ergens moeten we beginnen. Kom paard, ga harder. Ik weet dat je het kan. Oh. Yes. Oké, blijf. Ik heb geen zin om te lezen. Ga naar het dok ten westen van Stal Moorland en onderzoek het mysterieuze paard. Mysterieuze paard. Wat voor mysterieuze paard? Volgens mij is het een Noordzweed, een zwarte Noordzweed met witte manen, want dat zag ik al in de video van Star Stable. Ik hoop trouwens echt dat dat paard uit gaat komen. Want ik hou heel erg van die kleur. Misschien wisten jullie dat nog niet. Maar zo zwart met witte manen. Of donkerbruin met van die crème kleurige manen. Dat zijn van die zilverappels. Volgens mij heet dat. Ja, ik vind dat soort kleurpaarden echt helemaal geweldig. Gewoon lekker apart. Maar waar is dat beest? Oh ja, hier. Kijk hoe mooi die eruit ziet dan. Ja, sommige mensen vinden dit helemaal geen mooie kleur. Maar ik vind dit echt fantastisch. Dat was het waar mij het over had. Geef het mysterieuze paard een koekje en breng hem dan naar Nieuwmaars Hoogland. Oké. Okay. Kom paard. Moeten we... Gaat hier... Loopt alsjeblieft uit... Wow. Wow. Wow, kijk. Wow, jij bent knap in vliegen. Je hebt een vliegend paard. Heel knap. Hoe leer je dat aan je paard? Ik wil dat ook. Het paard... Oh, god nee. Moeten we helemaal naar Nieuwmaars Hoogland? Ik wil dat ook kunnen. Is het... Ik wil dat ook. Ja, zeg. Je hebt ook echt een hele mooie doos, paard. Loop alsjeblieft wel een beetje door, want ik heb hier echt het geduld niet voor. Twee uur later. Al vandaag over een week precies krijgen we Maxie. Ik ben echt zo blij. Maar ja, trouwens, voor degenen die nog niet weten, ik heb een foto van haar op mijn Instagram gezet. En als jullie de avontuurtjes van Maxie allemaal willen blijven volgen, moeten jullie even haar eigen Instagram-account volgen. Die heb ik aangemaakt. Dat leek me wel heel erg leuk. En dat is Frieses daarbij, laagstreepje Maxie. Zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten. En dat zou ik wel leuk vinden. En Maxie waarschijnlijk ook. Er staat nu nog maar één foto op. En voorlopig blijft het ook maar één foto. Ik denk, nou ja, ga er maar uit dat het tot volgende week gewoon op één foto blijft. Want ik heb er natuurlijk nog niet. Maar zodra ze bij ons woont, dan ga ik heel veel foto's erop zetten. Stop, vertel me niet wie je bent. De geweldige Iris kent iedereen. Wacht, dit wil ik wel even lezen. Dat vind ik leuk. Want ja. Ik weet nog wel vroeger, net met dit eerste circus, was het echt heel raar. Moesten we een of ander klavertjes 5 plukken en naar Pie brengen, weet ik het wat. Ik ben Jidris, ik weet alleen niet goed hoe je dat uitspreekt. Ik zeg Jidris. De geweldige, de schitterende, de fenomenale, noem het maar zoals je wilt. Als het maar niet gewoon is, oké? En jij moet, wat? Ja, Stephanie zijn. Dan ben ik toch een beetje helderziend. Prachtig, ja. Oh, wow. Hij ziet er... Oké, toch. Hij ziet er toch best wel eng uit. Een grote dwaas zei ooit de
deels de kunst is om anderen gelukkig te maken. Dat is precies wat ik hier in Jorvik wil gaan doen. Mensen gelukkig maken. En wie weet, misschien kan de vreugde die ik breng op één dag de hele wereld bereiken. Zou dat niet geweldig zijn? Hij doet echt raar. Hoe ik mijn evangelie van vreugde hoop te verspreiden. Ik kan weer eens goed praten. Door in de voetsporen te treden van de eer... der genoemde dwaas met een circus. Kijk hoe die doet. Dat is eng. En het woord me toch geen circus. Magie, wonderen, ondeugende streken. Je droom zal uitkomen. Natuurlijk, dit is Jorvik, komt bij een speciale plek voor paarden. Maar ik kan niet alleen aanblijven. Oké. Okay. Oh, ik vind het echt een leuk beest. Stephanie zou liever zijn om het krat te openen. Oké, we moeten de krat openen. Clownsmasker. Tuurlijk afstappen. Hadden we kunnen weten. Voilà, een eenvoudig houten masker. Maskers zijn een van de krachtigste vormen van magie. Ze maken het mogelijk om iemand anders te worden. Wow. Gaaf. Ze kunnen de echte verschijning van de drager onzichtbaar maken. Dus misschien is dit masker toch niet zo eenvoudig. Oké. Okay. Oké, wat... Oh, hey, ik zie er echt eng uit van de zijkant, maar oké. Ik heb hier geen woorden voor. Hij ziet er eng uit. Xin, waarom zulke moeilijke namen? Dus met een X, met een I, met een Y. Wat ben je toch geen dwaas? Geen wonder dat jij mijn favoriete metgezel bent. Bries. Natuurlijk Zee, je bent ook mijn favoriet. X, Y, Z is het. X... X, Y, Z. Want hier is Xin en Z. Dat is, ja. Ja. Oké. Allemaal heel mooi geklets. Merci lieverd, wat? Laten we nu op de zaken afhandelen. Zoek juist de kratten, pak de circus tent uit. Met z'n vijf heb ik, want Moondancer hoort nu ook bij onze familie. Boze blik. Oh, paard mag mijn paard niet? Paard heeft ook roze ogen. Wow, magisch paard. Eerste topstep. Nu wil je de tent uit de krat daar halen? Hij zit er niet in, hè? Wacht even, ik weet dat hij hier ergens moet zijn. Oeps. Nou, één daarvan moet hij juist zijn. Ga natuurlijk even niet zoeken onze tent. Ik ben geen hond. Nee, ik denk dat ik beter zo kan gaan. Oh, god. Oh, jeetje. Al die dingen. Dit meen je toch niet? Wat doen ze me aan? Waarschijnlijk de laatste zit hij in. Dat is altijd. Oh, we hebben allemaal. Wow, mooi man. Oh, kijk, we kunnen verstoppertje spelen. Niemand ziet me meer zo. Onzichtbaarheid. Kijk, ik heb een masker op. Zo. Praat verder met Idris. Ik heb even geen zin meer om hier allemaal te lezen. Misschien zo meteen een stukje. Oh, hij gaat weer gek doen. Ja, dat gaat makkelijk. Nou, kijk, toen stond hij. Wow, een rendier. Wat? Mooi man. Ja, prachtig. Ja, oké, perfect. Maak zin los van de teugels van de circus tent. Toen hing die ook zo, dus dat is wel grappig. Ik kom je redden. Oh, dit ziet er heel leuk uit. Blablabla, clown op zijn kop. Achtervolg het paard Zee om het gestolen masker van Xin terug te pakken. Wie heeft dat masker gestolen dan? Heeft dat paard het gestolen? Ik vind dat paard maar raar. Oh, dan gaat hij... Kijk, hij kan wel hard rennen. Maar mijn paard is een beetje sloom, dus... Ja. Yeah. Waar is die... Daar.
Waarschijnlijk rent hij rondjes en komt hij hier eruit, dus... Nee, oh. Oh, het is een slim paard hoor. Oh wacht, hij rent op die manier rondjes volgens mij, zo langs het circus. Wacht, ik ga hierheen. Ik probeer even slim te zijn. Yes, kijk. Hinnik, zie je dat het masker met tegenzin vallen? Waarom heeft hij vraagtekens boven zijn hoofd of boven zijn rug? Ik moet denken aan Iris. Geef het masker aan Iris. Doe je paard. Wat moeten we nu? Er mist iets op onze grote tent. Natuurlijk, de kers op de ijskoep van onze dromen. Een verlicht bord om mijn bezoekers te verwelkomen voor de show. Draag het circusbord samen met je paard en bevestig boven de ingang. Ik ben benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet. Oké, wat moet ik doen? Moet ik hem? Oh, ik moet hem eerst pakken. Oh, oké. Ho, oh, wow, prachtig. Circus. Ho, oh, oh, ho, oh. Ho. Nou, kan niet mooier. Kunnen we er al in? Nee. Oh, jawel, kijk. Wow, kijk. We zitten erin, hoor. Oh, nu niet meer. We worden eruit gegooid. Blablabla, wat is het in mijn neus? Met bedrieg komt de geur van nootmuskaat en piment uit Zalmoorland. Zou iemand een pompoentaart bakken? Met lot lacht ons toe. Kleine flow, oké. Okay. Volg de geur van het circus naar Zalmoorland om achter te komen wie pompoentaart bakt. Echt opeens heel logisch gaan we over pompoentaart praten. Oh wow, dit ziet er wel heel gaaf uit. Oh, dit vind ik wel cool. Nu is het weg. Oh, daar is het weer. Wow. Magische geurtjes in de lucht. Oh, sinds wanneer... Oké. Okay. Waarom stopte mijn paard? Want vroeger ging ik altijd zo naar beneden. Want dat ging sneller. En nu kan dat niet ofzo. Nou oké, het zal wel. Ja. Daar is het magische geurtje weer. Moeten we daarheen? Ja. Is de smid een taart aan het bakken? Oké, nu gaat het weer hierheen. Logisch dit. Volgens mij is het gewoon mevrouw Holzhoort, want die doet het altijd. Ja, het is mevrouw Holzhoort. En we zijn er. Ja, ik ben pompoen aan het bakken. Waarom vraag je dat? Je hebt een pompoen nodig. Na het bakken van de taart heb ik precies één pompoen over. Ik geloof niet in toevalligheden. Het lot bepaalt dat deze pompoen voor jou is. Liefste, neem maar mee. Ik geef geen uitleg. Oké. Okay. En weer terug. Waarom is de trailer nou weer weggehaald daar bij Nilmers Hoogland? Want ja, ik kan kijken. Misschien zet hij dit nog wel tussen en sta ik opeens daar in de lucht ofzo. Ik ga gewoon kijken of die er nog tussen staat. staat het er? Oh. Nee, het staat er niet tussen. Fijn. Dan moeten we maar weer rennend gaan. Het gaat ook weer even duren. Oh, ik heb precies 1000 Jorvik shilling.
Ik ben echt blut. In je gewone pompoen van je sprookjesachtige peettante. Wat? Peettante? Tante. Serieus, tante. Oké. Van je peettante. Ik wil weten wie mijn familie is van dit poppetje. Tante. Maar mevrouw Holtzwoord was... Had zij... Ik weet niks van dat. Ik, qua families. Ik weet het. Staat ik niet? Er is hier trouwens tussen. Nee, oké. Okay, snel het boek dicht doen. Zou ik niet meer naar Darkness in hoofd hoeven te kijken. domme vraag. Heb dit... Ja, oké. Okay, bla bla. We hebben een pompoen gevonden. Dan gaat het weer even gek doen, hoor. Maar het pompoen wordt kleiner. Oh, dat verandert in een trailer. Wow. Magisch, een pompoenentrailer. Gaat verder met Jidris. Oké, zullen meer spelletjes volgen? Nou, wat voor spelletjes, vertel. Gaat met Jidris naar het voltooien van de slalom. Oh. Wow. Oh, maar wacht, de binnenkant ziet er gewoon hetzelfde uit. What the fuck? Ik heb... Oh, wow, ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Waar moet ik heen? Welke kant? Deze kant, oké. Okay. Kan het ook zo? Wow. Oh, maar kijk, dit kan ik dus echt... Daar kan ik niet mee omgaan. oh, daarheen. Wow. We kunnen dit echt goed. We zijn hier pro in. Ik denk dat ik het door heb. Oh. Oh, toch niet. Sla maar. Nou, wat zijn we goed hierin. Helemaal toppie. Maar oké, de binnenkant ziet er dus echt wel redelijk hetzelfde uit. Dat vind ik wel jammer. Maar ja. Maar dat was wel leuk. Magnifiek. Was dat het? Serieus? Oh. Oké. Ja, mogen we naar binnen? Ik wil nog een keer naar binnen. Jee. Oh, we hebben nu geen kaartje of zo weer voor nodig. Ik wil door zo'n hoepel springen. Blijf staan, hoepel. Oh nee, hoepel is weg. En dan wil ik zo'n mooie foto maken dat ik door een hoepel heen spring. Dat vind ik leuk. Even zo, hier een hoepel. Hoepel. En dan even eromheen, zo. En dan wil ik zo, dat ik er doorheen spring. Niet weggaan, hoepel. En dan... Oh, ja, prachtig. Kijk hoe mijn foto's ik kan maken. Ik ben echt pro hierin. Ziet er niet uit. Oké, nog opnieuw proberen. Volgende. Hier zo. En dan doe ik gewoon vanaf deze kant. En dan ga ik er goed voor staan. Nou, kijk wat perfect dit, joh. Kan niet beter, hè? Zo gewoon vanaf het hoekje zo. Nou ja, zeg ik, circuspaard. Kijk nou. Knap. Knap paard, hoor. Ja, niks meer aan doen. En dan gewoon een beetje mooi maken. Oké, er verdween daar opeens iemand. Wow, kijk, wat prachtig. Wow. niet te veel. Dit, nee. Of nou ja. Ziet er wel zo een beetje cool uit. En blikveld? Of nee, doe maar niet. Wow, kijk, mooi. Zoiets. En dan een filter misschien. Weet ik niet. Zo, of zo. Ik weet het niet. Nou, kijk, is het prachtig. Scherpte, diepte kan je ook nog doen. Maar, ik weet niet, deze, volgens mij stelt hij op mijn hoofd scherp. Maar, nee, doe maar niet. Nou, kijk, dan doe ik even zo en dan heb ik meteen een mooie thumbnail. Nou, kijk, is dat mooi? Het paard springt heel mooi door de hoepel. Nou, ja, voor de rest heb ik volgens mij niks meer. Ik wil nog wel even zo rondrennen. Ik ga daar doorheen. Oh nee, wacht. Hij is weg. Ik vind die mannetjes daar echt eng. Oh, wow. Kijk hoe mooi. Weehee. Wow. Mooi man. Ik wil even kijken of iemand toevallig nu een hoepel aansteekt. Want dan wil ik daar overheen. Proberen te springen. Ik knal zo meteen echt net om die muur. Maar er is geen hoepel. Kan ik hier ook een foto nu maken? Ja. Oh, dat ziet er wel cool uit. Iemand doe een hoepel aan.
Alsjeblieft. Nee. Oké, dan niet. Nou, kijk, dat is prachtig. Wiehie. Oh man. Prachtig. Nou ja, oké. Ik ga hier de video denk ik afsluiten. Want ja, alle missies zijn gedaan. En voor de rest heb ik niks meer. Mijn saaie Star Stable leeftje. ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Kijk zeker nog eventjes onder in de beschrijving voor de drie codes en Instagram van Maxi. En ja, dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!